In deze Sexpedia hebben we het over beffen. Beschrijf het eens in één woord. Ja, amazing. Liesje, laat je likken. Amazeballs. Amazeballs. Ja, ik moet wel echt, het is echt het vieste woord ooit, maar ik moet echt denken aan moist. Ja, nou, ik ook. Echt? Ja. Likken? Eén op eten. Slurpen. Slurpen. Fantastisch. Oh, sorry. Enthousiast. Jij mag eerst, sorry. Wild. Ik vind het fantastisch. Sorry, ik ben heel enthousiast als het hierop gaat. Ja. Moist. Lastig. Maar ook wel lekker. Ja. Ja. Ver. Intens. Ja. Nat. Vochtig. Oh, ik ben dus helemaal nieuw in de... Ik ben wel eens gebeft door vorige bedpartners, ook niet heel veel. En nu ben ik lekker veel aan het beffen en word ik heel veel gebeft. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. En dan zeg maar, denk ik ook... Pussy galore. Ik vind het gewoon een superleuke handeling om uit te voeren. Ik vind het heerlijk om iemand opnieuw het lichaam helemaal te voelen. En op een volledig andere manier dan vingeren weer te voelen reageren op wat hij aan het doen zijn. Ik vind beffen gewoon fijn. Dat het bij mij wordt gedaan en dat ik het bij iemand anders doe, vind ik iets minder. Ik hou ervan. Gewoon... Kan je vertellen over de laatste keer? Ja, lekker. Maar ik heb ook wel in het verleden gehad dat het echt gewoon niet lekker was. Ja. Het was gewoon, ja, het geurde te veel of zo. En dan, ja, het is gewoon niet chill om daar dan naar beneden te gaan en dan opeens dat. Opeens... Een golf van emotie ineens. Van, ja. Wow. Wat is hier aan de hand? Ja. Ik ben wel altijd multifunctioneel bezig. Ja, je gebruikt echt letterlijk je hele hand. Ene hand zit bij je tieten, andere hand bij je kont en je... Demonstratie? Moet ik het even voor? Nee. Ja, dat. En dan doe ik ook wel echt wat ik zelf fijn vind. Dus ik hou gewoon van echt eromheen en echt zo dat sambelen en echt een beetje eraan zuigen. Gewoon echt dat helemaal proeven, zeg maar. Even kauwen en echt gewoon... Ja. Met mijn bedpartner is een vrouw en dan eerst zoenen we dus heel veel en gewoon heel intiem. En dan wordt het heel erg opgebouwd, dus ze gaat dan naar beneden en het duurt echt fucking lang. Op dat moment denk je echt, oh, schiet op. Maar het is zeg maar heel de tijd net niet je vulva aanraken, waardoor ik echt al op springen sta, zeg maar. En op het moment dat het dan dus wel echt gebeurt, dan is het echt... Fantastisch, echt alsof je een soort van champagnefles openpopt. Dat je echt denkt, oh yes, eindelijk. En dat is gewoon heel intiem en fijn. En even praktisch, wat doe je dan precies? Je verschilt eigenlijk per persoon, maar wat de ervaringen die ik heb gehad, is het vaak gewoon het op en neer. En vaak vinden mensen de rondjes ook fijn. En dan soms komt het ook wel eens voor dat je ook echt naar binnen kan gaan met de tong. Cirkel en zuigelen. En zuigelen. Gewoon cirkeltjes maken met je tong. Ja, over mijn klit heen. Dan gewoon een cirkeltjes maken. En dan gewoon zuigen, zo'n vacuüm. En dan ben ik gewoon, you got me. Fair. Dan is het gewoon klaar, ja. Ik had ook iemand die spuugde erop, vond ik ook heel chill. Dan voel je dat helemaal zo gaan. Ik denk vooral meer, ja, ook weer dat tease of zo. Er zijn meerdere manieren om eigenlijk een soort van daar al heel erg te zijn, maar nog niet echt helemaal erin te gaan. Opbouwen is heel leuk. Het is juist ook bij de vagina opening dat dat echt heel seksueel is. En dat het ook fijn is dat daar aandacht. En het gebied is inderdaad zoveel groter. Waar je eigenlijk kan likken voordat je begint met beffen en ja, je kan daar gewoon een heel spel van maken. Deje, Alice, dat zijn echt goede. Ja, je hebt allemaal van die pressure points die je kan vastpakken. En inderdaad. De rest van het lichaam niet vergeten. Ja. Er is nog een heel ander lichaam rond die vulva. Dus. Ja. Wat is jouw tip als het gaat over beffen? Geef je grenzen aan. Geef aan waar je behoefte aan hebt. Wat zei jij nou? Niks. We gaan dat niet meer herhalen. Slurpen. Ja, ik denk altijd, als je het dan voor het eerst gaat doen of zo en je hebt wel gezoend met iemand, dan doe je dat ongeveer daar beneden ook. Dus je maakt eerst rustig contact, je bouwt het rustig op en je verkent een beetje je terrein. Als je bijvoorbeeld zenuwachtig bent, dat je wel
dat ook gewoon duidelijk aangeeft aan je bedpartner. Zo van, oh, ik vind het wel echt spannend, maar ik wil dit graag doen. Eigenlijk erop en erin. Dus met de mond bij mijn klit en ja, bijvoorbeeld met vingers of een speeltje of zo erin. Ja, en dan zeg maar met jou, met die techniek die jij zei en dan nog erin. Dat, ja. Ja. Ja, precies. Goed luisteren, communiceren. En dan kan je lekker beffen. En wat zijn de no-go's? Afraden is om er niet over te praten. Niet over te praten, niet. Te snel, zonder dat daar consent over is, een soort van je hoofd daar naartoe drukt. Dat vind ik niet chill. Nou, niet als een kip zonder kop bezig zijn daar. Alleen je tong gebruiken, dat is gewoon... Nee, want je hebt zoveel meer. Ik zeg nu niet dat je er echt in moet happen of zo, maar... Niet je tanden gebruiken. Met geen taco of zo. Oké. Laten we eens kijken naar de video van de daad. Oh, hier play, ja. Maar is er een tong bij? Mag ik het geluid aandoen? Even opbouwen, het wordt wel beter. Ja. Kijk, kom maar. Ja, prima. Kom, deze is goed. Ja, dit ziet er wel goed uit hoor. Inderdaad. 4 sterren. Het ziet er lekker uit. Ja, door die chick zou ik wel genieten. Wil je ook zien hoe je op een prettige manier seks hebt? Ga naar npo3.nl voor meer video's van Sexpedia.